christelijke muziekvereniging door Vriendschap Sterk en dan nu de junioren. Je smelt toch helemaal weg bij zo'n fantastische tambourmaître. Dit korps met jonge muzikanten in de leeftijd van 7 tot 17 jaar heeft net als hun grote broer, de Marching Band, een naam opgebouwd in de wereld van de muziekkorpsen en behoort zeker tot de top van de jeugdkorpsen, Robbie. Geweldig om te zien, of niet dan? Ja, het is een prachtig korps en het is jammer dat dit jaar het Nationale Jeugdfestival in Vlissingen niet is doorgegaan. Ieder jaar tot nu toe heb ik dat gejureerd en altijd prachtig hoe de groepen daar, de jonge kinderen, daar hun shows brengen. En het vraagt ook echt wel een bijzondere dedicatie, zeg maar, van het instructieteam om zo'n groep te trainen tot op dit niveau. Want ja, het is gewoon een zeer jonge groep. Heel knap als je dan die discipline en dat concentratievermogen aan de kinderen kan leren om dingen neer te zetten zoals ze nu neer gaan zetten. En je ziet het al als ze hier het veld op komen. De strakheid straalt er vanaf. De energie verandert ook meteen weer in het stadion. Het publiek gaat op de banken en absoluut de gunfactor voor zo'n jonge groep. Dus kijk er zeer naar uit. We gaan van ze genieten, onze jeugdige muzikanten die hier zeker een heel volwassen optreden gaan neerzetten. De grote broer hebben we net gezien. En nu is het de beurt aan de junioren van de Christelijke Muziekvereniging door Vriendschap Sterk uit Katwijk, Nederland. De junioren staan onder de leiding van de 11-jarige Ruud van Rijn. En zometeen, dames en heren, kunt u gaan luisteren naar twee marsen, de Soviet March en de Vanished Army. Heel graag uw aandacht en heel veel plezier onder de leiding van tambourmaître Ruud van Rijn. Met de junioren van de Christelijke Muziekvereniging door Vriendschap Sterk uit Katwijk in Zuid-Holland.
Ja, je zou zeggen dat precisie, concentratie en exercitie met de paplepel wordt ingegeven in Katwijk. Het is wat betreft stylistische controle een kopie van een grote boer die hun overigens hier luidkeels aanmoedigde. Wat een toewijding van het stafteam om deze jonge leden tot op dit niveau te brengen.